morning YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff en vandaag doen wij Wie is Wie, maar dan op Black Ops 2. Gisteren hadden we het gedaan op MW3. Het was minder spannend, het was minder leuk. Dus vandaar hadden we zoiets van, nou weet je wat, we gaan het gewoon lekker op Black Ops 2 doen. Oké, we gaan gauw beginnen. Dutch Power is hem, toch? Yep. Oké, nou dat is mooi. Dus... ja, waarom is het dan gewoon leuker? Ja, hier kan je ook gewoon schieten, weet je, met die messen en alles. Dus het is gewoon veel, veel leuker om te doen, vind ik zelf ook. Het is spannender, veel leuker dan op MW3 om dit te doen dan. Oké, nou, dit is take nummer 8, geloof ik. Iedere keer is er wel wat, dan faalt het weer aan alle kanten. Maar goed. Mij hoorden daar nog 2-0 in. Wie is dit? Dat ben ik. Wie zit er bij die pop? Dat ben ik. Wauw, ik schiet dwars door je heen! Ik loop nu weg. Ik sta bij je. Ja, ik heb health 150 hex, hè. Dat wist je nog niet, maar 150% hex. Dit is hem voor mij. Ja, kill hem dan! Ik weet het niet of hij is. Hij liep gewoon dwars door mij heen. Ik schoot nog en dan had ik hem nog niet. What the fuck? Ja, dat was ik. Het wapen op je schouder. Wie is dit? Achter wie sta ik? Achter mij. Wie is dat? Oké. Okay. Wie dat aan de overkant is, weet ik niet, maar dat ik vertrouw het aan niet. De overkant. Dat ben ik. Oké. Okay. Kom, volg mij. Gaan ze elkaar volgen? Oké, okay, daar is iemand. Wie naait die? Die auto aim spaced hem echt helemaal. Ik zit hier direct erdoor. We zoeken één iemand. Hij is een beetje laggy, hè? Die is hem. Daar. Ik heb erin dat. Wie liep er nu het huis uit? Ik liep net het huis uit, ik spring nu. Ik ga het huis in. En ik claim maar. Kuw. Hij zit hier binnen. Oké, wacht. Wie staat er naast mij op de trap? Wauw, what the fuck? Wie is dit? Wie zijn dit? Dat ben ik. Ik spring nu. Ik ga je weg. Ik spring. Wie is het nou? Ja. Maar echt zo. Ja, Dutch X Power is hem, maar waar is die? Ja. Weet ik niet, waar ben ik? Maar ik denk dat je ergens af kan een hoekje zit. Iemand die loopt weer een huis in. Bij een auto nu. Bij de blauwe auto. Wie is er? Wie staan er bij de blauwe auto? Wie staan er hier achteraan? Ik. Oké. Ik sta bij die blauwe auto. Ik sta ook bij de blauwe auto. Ik sta nu op. Nee! God! Nou, ze horen mij nu niet. Ik hoorde iemand schieten. En jij stond daar zo. Zo verhaal. Die loopt zich zwaar van te trollen, weet je. Ze hebben gewoon niet door. Raam, dus ik denk jij bent hem. Nou, ik schoot op die power. Ben ik weer. Maar Met je. Wie zal het winnen? Oh, hoor een mes! Je hoorde hem nog! Ja, je hoorde hem wel. Die ging heel straag. Oh, mag niet, Jor! Nee, je mag zelfmoord plegen, want ik weet niet wie dat deed. Ja, dat was hier. Ah, weet jij niet, maar had een ongeluk. Dat is de laatste twee, dus dat zijn de laatste twee en deed per ongeluk. Oké. Oeh, nu wordt het spannend. Ja, hij gaat gewoon een claymore ergens neerzetten ofzo. Waar de fuck is hij? Weet ik niet, dat ben ik. Wauw. Wat ben jij? Waar je moeder nooit zal kijken. Wat gebeurt hier deze avond, joh? Er wordt gewoon een potje waar van 10 minuten je? Dit. Net als een hydro. Oh, lekker! Ik dacht het al. Hoppa! Ja, dat had je kunnen weten natuurlijk. Ah, dit was wel een leuk potje. Nou, hartstikke leuk. Was binnen 2 minuten was ik al dood. Binnen een minuut. Ja. Wat doe jij nou toch, joh? Ja, met zijn scuff controller, hè. Die hoort. Ja. Kikkeren. Scuff controller, kikker. What? Oké, nou, dus Power heeft nu één streak, hè. Je moet er 3 streaks halen om de mal te zijn van de dag.
Ja, welke map wil je doen? Hallo? Is hij nou weer weg? Serieus? Nou, dat meen je ja, niet. Druk het af met mijn moeder. Ja, nou, kies gewoon een random map. We beginnen en zelf van zichzelf spannen. Stop. Alright. Oké. Ja, gaat hij weer weg. Nou, dan is, die was net Longs live. Ja, Jort, Big Daddy. Ja, dan is Jort, die is hem nu. Oké. Ik blijf in de gang, dus de tweede keer dat we opnieuw moesten opnemen. In een uur hebben we nog maar één aflevering, joh. Ja, daarom. Daarom. Nou, Jort, jij bent hem. What the fuck? Zes. Hij zit ook niet meer in de game, hè? Nee. Nee, is eruit. Ik moest naar een bedje toe. Een ding. Steun de bed! Nou, eens even kijken. Wie is dit? Wie is dit? Ik kijk nu op mij, maar ik zie helemaal niemand. Dus oh shit! Wie schiet er op mij? Wie schoot er op mij? Bijna doelpunt. God! Doelpunt. Je wil niet weten hoe goed George met de Blessing Knife, hè? Hij had hem in 2 uurtjes goud. Maar... 1 uur. Je schoot nog terwijl ik stil stond, dus... Ja, maar dat is een mikpuntje, hè? Ja, dat is waar, maar ik bedoel... Oké, we weer. Als ik een loper... KD 5.85 met ballistic knife. Wie is dat? Dat ben ik. Ah! Zelfmoord! Oké, Jort, je hebt gewonnen. Dat gaat wel heel snel gelijk. Ja, moet je dat zeggen? Oh nee, 1 streak. Ik riep nog in de match hadden we in India. Schiet dan. Hij staat het eerst weer op. Je gaat ook meteen ik schiet staan, gewoon met dat mesje en je gaat helemaal rechtop staan, jongen. Zo'n kracht zat erachter. En dan gaat hij zo zijn benen kruisen omdat hij pijn in zijn ballen heeft of zo. Oké, welke map wil je hem? Dat maakt niet uit. Oké, zeg maar stop. Turbine. Yay! Yay, iedereen blij, Turbine. Oké, dit wordt de laatste. Dus als hij nu zijn streak behoudt, dan wordt het wel heel spannend voor de, ja, voor morgen, zeg maar. Dus dan laatste... Dat gaat niet gebeuren, hoor, ja. De laatste potje? Nee, ik denk het ook niet, hoor. Ik ga hem echt killen nu. Ja. Wie is het ooit al gelukt? Niemand, toch? Wel. Jawel. Wel een paar keer gebeurd. Al. Wanneer dan eigenlijk? Weet ik veel, ik weet niet al die andere. Ja, jij een keer? Ik weet niet precies welke aflevering wat is gebeurd. Was dat niet onze vrolijke vriend? Volgens mij was dat niet onze vrolijke vriend Viper of niet? 25 toch? Wie loopt er nu het ding op? Dat ben ik, ik loop naar de brug op. Ik loop erachteraan. Ik zit nu bij een rotstuk uit te klimmen. Ik hoor hem hier binnen. Oh! Wat heb jij een mazzel? Jij hebt echt een mazzel. Ik schoot vlak langs. Godver. Oh. Er rent er nou eentje als een mogol achter me aan, maar ik ben hem niet hoor. Dat is hem. Nee! Hij was er alweer weg. Ja. Ik dacht ook dat hij er binnen zit, ik zat op hem te wachten. Nee, ik hoorde hem, ik zag hem die claymore neerschieten en daar sprong het raam uit. Ik schiet precies op dat kozijn van het raam. Daar had hij echt massa mee. Big Daddy was hem, hè? Ja. Lekker. Ja, en even wonnen. Ja, 2 streak. 2 streak, dus morgen kunnen we zien of hij zijn 3e streak behaalt. Ik zal zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje achter te laten. De laatste tijd worden heel weinig duimpjes achtergelaten. Sorry. Dus vandaar dat ik het ook nog even een keertje zeg. Volg me ook gewoon even op Twitter. De link staat in de beschrijving. Het staat ook gewoon rechts hier in het beeld zoals je ziet. Ik zou zeggen jongens bedankt en tot later. Ciao. Alligator.